aangekomen op de Beste Tring 117 in Tilburg. Bij de nieuwe winkel van Charlène Lange en Marieke van Biezen, Fashion Queens. Ik ben ontzettend benieuwd naar de nieuwe winkel. En tevens gaat ze ook de nieuwe single zingen. Nou Charlène, een heugelijke dag vandaag, hè? Ja, mooi hè. Ja, is eigenlijk een beetje eigenlijk een droom wel, denk ik, voor iedere jonge meid. En ja, die is in vervulling gegaan. Samen met mijn lieve collega Marieke zijn we samen een kledingwinkeltje begonnen. En ja, het loopt eigenlijk als een gek. Dus ja, we zijn heel enthousiast, heel blij ermee. Die droom, die had je al langer? Ja, ik moet zeggen, mijn droom is natuurlijk, en wat ik goed, wat ik fijn vind en wat ik leuk vind om te doen, is natuurlijk het optreden. En dus, het komt voor mij op één. Want het is eigenlijk zo een beetje uit de hand gelopen. Elke keer als ik iets aan had op tv of bij een optreden, mensen gingen vragen, fans, oh, waar haal je dit en waar haal je dat? Toen op een gegeven moment dacht ik van ja, nou, misschien wordt het dan toch tijd om iets te gaan doen. En ja, als je hier op grond kijkt uit Den Haag, sommige mensen uit Apeldoorn, Utrecht, Vlijmen, ja, noem maar op. Dus ja, dat is mooi natuurlijk. Je krijgt eigenlijk een beetje hetzelfde effect als bij Roy Donders. Hè? Ja, mensen komen landelijk naar Tilburg toe. Alleen we hebben nog geen live soap, hè? Wie weet, komt er ooit nog? Ja, nou wie weet. Ja, het is net wat ik zeg, zo begon dat ik iets aan de mensen zeg, waar haal je dit en dat? En ja, ik vind het leuk om het erbij te doen. Ik sta wel vaak in de winkel, ook omdat mensen het vragen. Maar het is niet iets dat ik echt doe om te doen, maar gewoon omdat ik het ook heel leuk vind. En ja, ik ben zelf een meisje, hou van shoppen en van mooie dingen. Ja, dus twee vliegen in één klap, hè? En nou, twee kinderen, een zangcarrière. Heb jij wel tijd voor een eigen winkel? Ja, daar maken we tijd voor, hè. Ik heb heel veel geluk met mijn vriend en met mijn moeder en mijn schoonmoeder. Want anders gaat het natuurlijk niet. De ene wordt september 3 en de andere is nou 1,5. En ja, weet je, misschien zelf als je een kleine kindje hebt, dan is er heel veel aandacht nodig. En ja, daarom ben ik heel blij dat het zo combineren valt. Het optreden is vaak de weekenden. En doen we dit door de week erbij zo. Dus, kijk, want Marieke hoort er natuurlijk ook bij. Dus daar doen we samen de winkel mee. Hij zegt net 2014, de zomer, dat wordt ons jaar met de winkel. En bevalt het een beetje een eigen winkeltje? Ja, ik vind het heel leuk. Dat is altijd ook al mijn droom ook geweest, iets voor mijn eigen. Ja. Echt een vrouwending, hè? Ja. Nou, binnenkort dan de nageltjes en zo? Ja. Wanneer kunnen de mensen daar voor terecht? Ik denk vanaf volgende week. Dan hebben we alles klaar, denk ik. Ja. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes met de nieuwe winkel en natuurlijk ook met de nageltjes. En natuurlijk ook met de zangcarrière, Charlène. Ja, dankjewel. Goed zo. Ja, dankjewel. Nou, dit was Fashion Queens vanuit de Beste Tring 117 in Tilburg. Ik kan hier niet slagen voor kleding, maar de dames in Tilburg allemaal komen. Want de kleding die ze hier verkopen, ziet er goed uit hoor. Dan ben je meteen klaar voor de zomer.